er allemaal op staat van gisteren als ik hier ben. Nou, heel veel. Ik denk ook dat er allemaal beelden die we niet kunnen gaan gebruiken. Goedemorgen, het is vandaag zondag 11 juli. We zijn al een tijdje wakker, het is 10:30. We hebben al een test gedaan, de uitslag is binnen, we zijn allemaal negatief. Kijk uit. Oh, hey. Dus we kunnen... Oké, en ja, gisteren was echt heel erg leuk, heel erg lekker gegeten en was heel gezellig. De Stalberry. Yes, thank you. En we zitten nu bij brunch en cake, denk ik. Heel erg leuk. Als je notenallergie hebt, niet naartoe gaan. Want dan kan je helaas niks eten. Maar ik zal even laten zien hoe het eruit ziet. Er zit een beetje van de stro-vibe. En ik ga heel even een slokje nemen, want ik heb echt heel erg dorst. En dit zijn de smoothies. Oh. Ik was te dorstig. Heel lekker. Echt heel lekker. En ja. Wat we daar. Sorry. En we gaan daarna gaan we lekker naar het strand, want dit is onze laatste dag. Ja, oké, wij liggen op het strand. Ik zal even mijn pet opdoen. Niet dat dit het beter maakt. Het is nu een beetje bewolkt, maar we moeten nog de laatste dag even goed tennen. Er is alweer sangria besteld. En lekkere patatjes. Heel lekker. Wil je? Ja, dat was mijn verhaal weer voor vandaag. We liggen op het strand. Nog steeds. Hele dag. Alleen als je iets in de vlog wil zeggen, moet de muziek wel uit. Copyright. Meer plannen dan een optische. Vraag je BM, zo weet wie het is. Ze gaan brok met de kop. Oké, wij zijn alweer eventjes terug van het strand. Ik heb me al gedoucht en opgemaakt. Zoals elke dag. En ja, het was weer echt een prima dagje. Laatste dagje, want morgenavond vliegen we naar huis. Dus ik weet echt niet of we morgen op het strand gaan liggen. Want we gaan om 3 uur of 4 uur uitchecken. We zijn nu even allemaal aan het omkleden en klaarmaken. En dan gaan we vanavond uit eten. We hadden dus eerst echt iets super leuks gericht voor vanavond met muziek. Alleen dat is opeens gaat dat niet meer door. Want ze hebben een privéfeest. Terwijl we hadden gereserveerd. Dus dat is niet zo leuk. Maar we hebben nu nog iets anders kunnen regelen. Dus we hebben nog iets anders kunnen regelen. Dus dat is fijn. En ja, ik moet nog even een outfit kiezen. Anders dan dat ga ik er niet in doen. Hey, oké. Okay. Jan, jij bent echt zo'n steenkool. Wat bedoel je daarmee? Steenkool Engels. Ik snap het wel steeds. Nee, ik ben het zeggen. Zo stuk van. Kan iemand het uitleggen? Ken je die uitspraak niet? Kan iemand? Nee. Oké, okay, zullen we gaan. Oh, even outfit check. Dat wel even. Jurkje van? Ik weet het oprecht niet. Moet je even in mijn label kijken. Goods and Gusto. Goods and Gusto, tas van Chanel Vintage. Het jurkje van? Mindere. Oké, okay, mindere. Schoenen van? De Sasha. Of eigenlijk van Hermes van papa. Het was wel zadig. Deze jurk is van de Zaar. En deze jurk is ook van de Zaar. Schoenen zijn van Stradivarius en van... Oké, okay, en mijn outfit. Een leuke groene jurk van de Zaar met daaronder... schoenen van Stradivarius. Ik kan er alleen niet op lopen. Heel leuk. Leuk. Zo met die hakken tussen de dingen. Thank you. Oh, lekker als je kussen geeft. Nee, heel leuk. Dat is echt top. Oh, lekker. Gelijk gebruik van gemaakt. De muziek is even gestopt. Maar wat? Wauw. Oh, laatste avond. Woe. Eindelijk, ja, op mijn verjaardag.
when music made it for your night. And it was low blows on the video, and not the only one who can die. Why is everybody so upset? Money can buy us happiness. Are you also down and enjoy your own night? I mean, just want to make a world. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik doe even de deur dicht. Gisteravond zijn we dus met z'n zessen lekker uit eten geweest. Echt heel lekker gegeten. Was ook echt super leuk. En er was live muziek. Was echt een aanrader die. Dus dat was echt super leuk. En daarna hebben we nog een drankje gedaan. Volgens mij heb ik niks meer gefilmd, denk ik. En ik ben echt helemaal kapot. Echt heel moe. Mijn wimpers zijn allemaal aan het uitvallen. En ik ben nu bezig met mijn koffer inpakken. Ik hoop dat het gaat passen, want we reizen dus met handbagage. Alleen hebben we dus wel een grote koffer voor, hoe zeg je dat? Make-up tas en allemaal dat soort dingen. Dus ik heb het er nu in ieder geval allemaal in gedaan. Ik hoop dat het gaat passen. En we hebben wel een late check-out om 4 uur, dus dat scheelt. We vliegen om 6:30, dacht ik. Of misschien nog vroeger. Alleen, ja... We moeten dus nog wel die koffers en zo halen. En nog even vandaag ons vermaken. We wilden eerst naar het strand, maar we gaan nu toch gewoon lekker in de stad lopen. Dus dat is helemaal prima. Wat ik aan heb is een topje van de Zara en gewoon een rokje eronder. Gewoon prima. En dan moet ik straks nog maar even omkleden. Maar ik ga eerst even iets ontbijten, want ik heb zoveel trek. Jongens, op deze vakantie heb ik koffie leren drinken. Maar je hebt er best veel. Wat lekker water. Ja, dat zijn we. Hoezo hebben we er 2? Dit weekend plat. Oh, plat. Dat dacht ik al dan. Hoe zie je dat verschil dan? Niet. Nee, van dit merk hadden we gisteren ook water. Nou, let niet op mijn hoofd. Maar eigenlijk heb jij al zoveel. Het laatste maal, jongens. Oeh, oh, is oké. Gracias. Oh, zit er geen sausje bij? En er zijn aioli vergeten. Lekker jongens. Bon appétit. Prikt u maar. De nieuwe ronde, nieuwe kansen. We zijn aangekomen bij het vliegveld. De koffers zitten helemaal erin. Het ging allemaal helemaal vloeiend. Nog even naar Sephora geweest. Dat was denk ik het laatste wat ik heb gefilmd. En we zitten nu lekker bij de Mackie. Wel heel weinig. Want vanavond ga ik weer. We hebben een beetje snubben. Oké, we zijn weer op Schiphol. Ik ben hier samen met Sas en Amalia. Jurkje van. Vintage. Oké, nee, we zijn nu op Schiphol. Een goede vlucht gehad. Het is nu ongeveer 9 uur. En we hadden nog even snel wat McDonald's gegeten. Dat heb ik al volgens mij als laatste gefilmd. We hadden een fijne vlucht. Daar zijn onze vrienden uit Barça. Zwaai even allemaal. Bedankt. Nou, en... Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar de Barça Vlogs. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog en... Subscribe! Zee, doe die zonnebril al. Wat een houding. Wat een houding. Zo erachter.
Oké, nou dus heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!